Yo, beste mensen, welkom terug bij een nieuwe video op de maandag. Allereerst, ik weet dat er vorige week echt geen video's online zijn gekomen. Sorry daarvoor, maar ik had het gewoon echt te druk. Nou, het zal nogal vaker gebeuren dit jaar, want ik heb ontzettend druk met toetsen leren en zo. En dan heb ik niet altijd tijd om video's te maken. Maar ja. Vandaag weer een top 10 lezen, want het is maandag. Dat had je al kunnen raden, maar ik doe het gewoon. We beginnen bij nummer 10. De Tyrannosaurus Rex. 65 miljoen jaar geleden uitgestorven. De T-Rex is de meest beroemde dinosaurier vanwege zijn formaat. Ook de meest succesvolle carrière in Hollywoodfilms. Al voor die tijd van de film van de T-Rex. In de literatuur gelauwerd als de grootste landcarnivoor van het krijt. De eerste fossiel van de T-Rex werd gevonden in 1874. Er zijn vanwege zijn formaat werd hij een gouden koning van de Tyrannosaurus genoemd. Hij was zo'n 14 meter lang en woog ongeveer 8 ton. Hij liep op twee poten, ja, dat is allemaal bekend. De kelenken. Die zijn 15 miljoen jaar uitgeleden. Kelenken waren struisvogels, een groep vleesetende landvogels. Ze heten terror birds in het Engels. Vanwege hun niet geheel zachtmoedige aard, ze leefden 15 miljoen jaar geleden in het Miocene. In het gebied dat we nu Argentinië noemen. Nummer 8, de sabeltandtijger. Nou, die is 2 miljoen jaar geleden uitgestorven. En die is op zich vrij bekend, denk ik wel. Dus daar ga ik niet verder op in. Megalodon is 1,5 miljoen jaar geleden uitgestorven. Zo te zien is het een ontzettend grote haai. De Megalodon was een gigantische haai die supreme kracht had in gemachtigde zeewaarden tussen de 18 miljoen en de 1,5 miljoen jaar geleden. Met een formaat dat twee keer bijna groter is dan tegenwoordig het schrik van de zeeën, de mensenhaai. Deze haai was zo heerser over de oceaan, hij werd zo'n 18 meter lang. 6. De kortsnuitbeer, 12,5 miljoen jaar geleden. Een schattige naam voor een minder schattig dier. De kortsnuitbeer, ook wel short-faced bear in het Engels, is zo'n 12,5 miljoen jaar geleden uitgestorven. En kwam voornamelijk voor in Noord-Amerika. Hij was de grootste beer van zijn tijd en tevens het grootste landroofdier dat het laatst 800.000 jaar heeft geleefd. Sorry, hij is 12.500 jaar geleden uitgestorven, geen 12,5 miljoen jaar. 800.000 jaar geleefd heeft. Dus daar valt de T-Rex ruim buiten. Met schouderhoogte van 1,6 meter, als hij op vier poten staat, en een hoogte van ruim 4 meter rechtop staan, zal dit imposante tegenstander voor ieder prooidier. Hij werd echter niet zwaar, slechts iets over de 1 ton. 5. Mammoet. Nou, die is 10.000 jaar geleden uitgestorven. Kent iedereen. Ga ik niet verder op in. 4. De reuze grondluiaard. 10.000 jaar geleden uitgestorven. De grondluiaard was een bodembewonende luiaard. In tegenstelling tot de boomklimmende luiaards van tegenwoordig. Die rond de 30 miljoen tot 10.000 jaar geleden leefde. De reuze luiaard was absoluut te groot om in bomen te leven. Ze kwamen voor in zowel Noord- als Zuid-Amerika en aten voornamelijk planten. Het waren dus herbivoren. 3. De Europese holenleeuw, 10.000 jaar geleden uitgestorven. De Europese holenleeuw was een leeuwachtig wezen dat in Europa voorkwam, zo'n 10.000 jaar geleden. Hij werd zo'n 300 centimeter lang, een metertje langer dan de huidige leeuw. Het was net als de Afrikaanse leeuw een machtig roofdier die zich met paardachtige herten en aas voedde. Hij verstrekte zijn prooi door de hals te bijten. Het lijkt erop dat hij in tegenstelling tot zijn levende verwant manenloos was. Dat weten we van de grottekeningen. 2. Reuzenhert. 7700 jaar geleden. Het reuzenhert is het hertachtige dier dat leefde in een breed geografisch gebied. Hij werd ook wel
het Ierse hert genoemd, in het Engels Irish elk, vanwege het feit dat er veel fossielen van dit dier zijn gevonden in Ierland. In werkelijkheid kwam het reuzenhert echter voor in zowel Europa als Azië en zelfs Noord-Afrika. Het leeft tot ongeveer 7700 jaar geleden, met als laatste levensgebied de Siberische toendra. En op nummer 1 staat de meest bekende vogel die op het moment uitgestorven is. En dat is de dodo. Die is uitgestorven in de 17e eeuw. Het boegbeeld van de uitgestorven dieren, tegenwoordig de dodo. De dodo leeft op het eiland Mauritius. En was ongeveer 1 meter hoog. Hij had daar een representatie venijnig van zich af te bijten. Met zijn snavel, maar was voor de rest nogal een dodo. Hulpeloos, hij at zaden en vruchten, kon niet vliegen en had geen natuurlijke vijanden. Totdat de Nederlandse kolonisten aan het eind van de 16e eeuw arriveerden. Binnen een eeuw was de soort nagenoeg uitgestorven. Nou mensen, dit was weer een top 10 over de maandag en deze keer over uitgestorven dieren. Mochten jullie genoten hebben, vergeet dan niet een blauw duimpje omhoog te zien. Heb jij nog een speciale top 10 die jij wil zien? Laat dat dan even weten in de reacties. En dan behandel ik hem zo snel mogelijk. En dan spreek ik jullie weer volgende week maandag met een nieuwe top 10. Tot dan! Ja.